Goedendag, je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza.nl We hadden vandaag te maken met de aanvoer van de Noordzee. Daarin kwamen veel stapelwolken en ook veel buien voor. En die buien die waren behoorlijk talrijk, vooral over Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en dan zo richting het Zuidoosten. Het Noordoosten keek vooral tegen veel bewolking aan. In het binnenland scheen ook van tijd tot tijd de zon. Ook op de regenraden zien we uiteraard de buien lopen. En eh, nou, nogmaals, ze waren behoorlijk talrijk. Onweer kwamen er niet in voor. Kon af en toe wel even stevig regenen. De wind nam in de loop van de dag ook af. Vanochtend waren er nog forse windstoten langs de noordkust. Maar dat is nu ook allemaal eigenlijk zo goed als voorbij. Betekent dat we een vrij rustige avond tegemoet gaan. In het binnenland staat 2 tot 3 boven, Dichter bij zee 4 tot 5 bovenvoor. Het is wisselend bewolkt. Valt nog een enkel buitje. Op de meeste plaatsen is het droog. Het is wel frisse lucht waar we in zitten, van oorsprong polaire lucht. En dat voel je, het is 9 tot 11 graden vanavond. En in de nacht daalt het weer tot rond 8 graden. Er kan een mistbankje ontstaan, vooral in het binnenland. Maar later in de nacht neemt de bewolking weer toe. Dan kan er opnieuw een spatje regen of motregen vallen. Het is een hele zwakke storing die morgen over het land trekt. En die zorgt her en der voor wat licht gespetter. Heel af en toe kan ook de zon doorbreken. Het oosten en zuidoosten maken daar de meeste kans op. De wind waait uit het zuidwesten en die is meest matig, windkracht 3 tot 4. Temperaturen 13 à 14 graden, dat is exact de normale waarde voor deze tijd van het jaar. Morgen dus wat licht gespetter. Vrijdagochtend kan het ook nog licht regenen, maar vrijdagmiddag lijkt het grotendeels droog, dan brengt vaker de zon door. Temperatuur kan dan vooral in het zuiden oplopen naar 15 graden. Aan het einde van de vrijdagmiddag en vrijdagavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat is zwaardere regenval. Geen extreem weer, maar wel serieuze regenval. Dat regengebied trekt in de nacht van vrijdag op zaterdag langzaam over het land. en een beetje pech hebben we daar zaterdag overdag in het oosten en zuidoosten ook nog enige tijd last van. In de rest van het land wordt het droog. Er schijnt geregeld de zon en kan de zaterdag heel aardig uitpakken. Temperaturen gaan niet omhoog, die blijven rond 14 graden liggen. Zondag moet het dan overal zo'n beetje droog blijven, ook dan temperaturen rond 14 graden, aan zee wel een stevige zuidwestenwind, windkracht 6, maar met droog weer en geregeld zon zijn het prima omstandigheden om erop uit te trekken en om te genieten van de herfst. Want er liggen nu veel bladeren op de grond, dankzij de storm van gisteren. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl